Bieke Edeghems, jij staat in Assise. Gelukkig niet een echte Assisezaak, maar wel een theaterstuk. Mm -hmm. Welke rol ga jij precies spelen? Ik ga de rol spelen van Meester de Vos en ik ga uh, de beschuldigde verdedigen. Hm. Wanneer heb jij de vraag gekregen van James om mee te doen? Ik heb uh, enkele weken geleden uh, de vraag gekregen van James of ik uh, dat zag zitten en het gekke is dat ik uh, net daarvoor nog uh, een gesprek had gehad met iemand die zei van acteer je eigenlijk nog? En ik zei ja, dat is wel al een tijdje geleden, maar mijn leven kan altijd met één telefoontje veranderen en dat telefoontje kwam een paar dagen later. En wat dacht jij, dit kan geen toeval zijn? Ik dacht wel van mmm, het universum geeft toch wel rare signalen. <laughs> ik heb niet meteen ja gezegd. Ik heb wel even gecheckt of het paste in mijn agenda, uiteraard. En het stuk ook wel eerst gelezen om te zien van uh, wat ga ik hiermee doen. Maar ik heb toch wel vrij snel ja gezegd. Ja. Ja, bieke Illegs in de theater, hoe lang is dat geleden? Het is, goh, het is volgens mij 15 jaar geleden dat ik in het theater gestaan heb, ja, als actrice. Weet je nog welke rol dat dat was? Volgens mij was het laatste wat ik gedaan heb blauw samen met uh, Erik. En dat was in Elkerlijk. In Elkerlijk nog ja, wel. Ja, ja, ja. ja dat is ja. een tijdje geleden, inderdaad. Ja. ja, ik denk dat het zoiets is. Ik, ik weet het niet van buiten, maar het is echt heel lang geleden. Ja. Ja. Nu sta je met andere kanjers op het podium of ja. binnenkort, ik zal het zo zeggen, want ja, nou, nu is het nog niet, natuurlijk. Met wie ben je het meest blij? Oh, ik ben uh, met heel deze cast blij. Uh, sowieso hebben zij mij over de streep getrokken uh, om deze rol uh, te aanvaarden. En grote verrassing is natuurlijk Walter Dame als uh, echte advocaat die ik wel eens aan mijn wakkertafel heb in Wakker op Zondag. Dus het wordt een heel andere manier van met elkaar samenwerken. Ja. Ja. De confrontatie aangaan met Walter Dame, dan denk ik op voorhand van ja, daar kan je niet van winnen. Het gaat niet over winnen of verliezen. Het is natuurlijk een theaterstuk. Het is uh, een script uh, en het zal aan het publiek zijn om te bepalen of uh, de beschuldigde schuldig is of niet. Heeft Wieke Illegems eigenlijk zelf al in de rechtbank gestaan? Oh, ik heb lang geleden wel eens in de politierechtbank gestaan, denk ik, voor een boete die niet toegekomen was of niet betaald was. Dat is echt lang geleden, jeugdzondes. En ik heb ook wel eens in voorbereiding naar iets, ook lang geleden, een assiseproces uh, gevolgd van een meisje die beschuldigd werd van oudermoord. En ik vond dat ontzettend indrukwekkend. Ja. En heb je dan heel dat proces gevolgd? Bijna heel dat proces gewoon in het publiek gevolgd, ja. Ja. En hoe was dat dan? Wel, um, ik vond dat heel meeslepend. Ik vind dat je, dat je als publiek dat je van hier naar daar gesleurd wordt in, door de argumentatie van de advocaten. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe ik dat nu <laughs> zelf ga proberen te doen met het publiek in de zaal. Ja. Je hebt je eigenlijk al een beetje kunnen inleven. Dus het kan niet slecht zijn, denk je dan? Nee, ja. En ik kan altijd advies vragen aan de Walter. Hè. <laughs> hopelijk niet in het echte leven nodig. Nee, hopelijk, hopelijk moet ik inderdaad nooit uh, in het echte leven een beroep doen op Walter. Maar.